Romano Postema, ja, namens ons eerst nog gefeliciteerd met je prachtig contract hier bij FC Groningen. Ja, heel erg bedankt. Ja, hoe lang wist je het al dat je een contract kon tekenen bij de club? Ik heb een paar maanden geleden een gesprek gehad en toen kreeg ik het te horen. Was je verrast? Ja, ik had natuurlijk niet verwacht, maar als je dan krijgt te horen, dat is natuurlijk supermooi. En wat doet dat met jou als ja, jonge speler nog, nadat je ineens een 3-jarig contract mag tekenen bij FC Groningen? Ja, dat geeft je natuurlijk wel veel vertrouwen. Vertrouwen uit de club. En ja, het gaat wel goed de afgelopen tijd, dus het geeft wel ook aan dat ik goed bezig ben. Ja, als je kijkt naar het seizoen, dan ben je hartstikke goed bezig. Je bent topscorer van onder 17. Elke week scoor je bijna, alleen vandaag niet. Ja, klopt. Ik had wel gehoopt op het doelpunt vandaag weer, maar zat er niet in. Wat wel leuk, want aan jouw contracttekening vond ik, normaal gesproken zit er iemand anders bij, maar dit keer had je Hans Nijland erbij zitten. Ja, klopt. Dat vond mijn vader wel leuk, dus dat had even gevraagd. Ja, vond hij wel leuk. Oh, dus op speciaal verzoek van je vader zat de directeur Nijland erbij. Ja. Ja. En dan vandaag spelen jullie tegen FC Utrecht. Hele seizoen nog ongeslagen en nu verlies je hem ineens vandaag. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee. Super jammer natuurlijk, we waren met zo'n goede reeks bezig en ja, het lukt vandaag niet om te winnen, dus super jammer. Ja, maar een reeks haalt altijd een keer op, hè? Ja, klopt. Alleen het is jammer dat het vandaag moest gebeuren. Ja, had je liever op een ander moment gehad dan, zoals volgende week tegen Ajax bij wijze van spreken? Ja, je wilt natuurlijk zo lang mogelijk die vorm vasthouden en als dat langer kan, dan zou dat mooi zijn. Wat ging er volgens jou mis vandaag? Ja, we komen 1-0 achter. Dat is natuurlijk jammer. Na die 1-0 denk ik dat we een paar momenten laten liggen. En dat mag eigenlijk niet gebeuren. Je moet gewoon gelijk weer doorgaan. Kop omhoog en verder gaan. Als je terugkijkt naar de eerste helft. 2 goals van hun nog afgekeurd. Ja, zij waren echt verder weg de betere ploeg in de eerste helft. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Was je verrast over de kwaliteit en de kracht van Utrecht vandaag? Nee, ik wist wel dat ze een goed team hadden. Hoor. Maar ja, ik had wel verwacht dat wij zouden winnen. En dat is dan helaas niet gebeurd. Deze wedstrijden zijn er een keer bij. Maar jullie hebben in de tweede helft echt wat de kansen gehad. Jullie hadden nog een penalty moeten hebben. Jij schiet een balletje op de paal. Ja, klopt. Ja, misschien als we de panel hadden gehad, dan liep het wel anders. Maar ja, dat is achteraf weer. Je moet gewoon je kansen afmaken en dan sta je met de overwinning misschien wel. En dat was wel belangrijk geweest voor de rest van de competitie natuurlijk. Ja, klopt. Dan hadden we weer die reeks doorgezet, zeg maar. Vandaag de wedstrijd terug analyseren deze week en de volgende week op naar Ajax uit. Ja, klopt. Zeker. Proberen daar gewoon 3 punten mee naar huis te nemen. Succes dan, jongen. Bedankt.